wedstrijd VWC-vrouwen 1, Peursen-vrouwen 1, de derby, is zojuist afgelopen. Ja, Alfred Hitchcock had het scenario kunnen schrijven. 3-2 voor VVSC. Ja, ontzettend leuk. Maar de eerste helfttrainer uit Utrecht, allereerst nog gefeliciteerd met de overwinning. Ging het niet even een laaie dakje? Nee, ik denk dat we het voorzichtig waren. Ik wist alleen dat ze twee gevaarlijke spits hadden. Daar heb ik in de eerste helft een beetje op afgestemd. Maar op een gegeven moment zag ik van, we hadden geen druk naar voren toe. En toen hebben we al heel snel een derde spits bijgezet. Alleen, dat merkte we niet echt. En dat hebben we geprobeerd in de rust recht te zetten. Ja, dat klopt. Ja, die nummer 11 van jullie was van Peursen was echt een handenbinding, hè? Ja, nee, maar dat was gewoon een goede voetbalster. En complimenten voor de verdediging. We hebben het zo goed mogelijk geprobeerd om dat... Dat zo te doen dat ze niet gevaarlijk kon worden. Maar ja, er waren een paar momenten, ja, en dat is haar klasse ook. Dus ja. Ja, en ik had geen nummers, anders had ik de naam al gehoord, maar jullie rechtsbuiten. Nummer 7 was dat, dacht ik. Marlies, ja. Ja, die vond ik ook erg gedreven, zo'n voor ietsje te veel, maar die was toch geweldig bezig. Ja, Marlies, ze weet zelf niet wat ze kan. En ik denk dat er nog meer uit te halen valt, maar ze hebben gewoon keihard gewerkt. En, dit is eigenlijk een van een topper in het begin van het seizoen en dat is er ook heel leuk. Ja, 3 gespeeld 9 is ook mooi, hè? Ja, ik ben misschien een hele aparte trainer, maar ik heb gezegd van dat we kampioen worden. En ja, sommigen twijfelen eraan. En ik zeg, thuis mag je niet verliezen. De trainer krijgt gelijk. Ja, en nou even een vraag. Ik weet dat je altijd bij de heren getraind hebt. Is het geen overgang zo naar de vrouwen? Is dat ook heel anders? Ja, natuurlijk is dat anders. Kwalitatief ga je natuurlijk een stukje achteruit, maar ik vind wel dat de meiden heel bereidwillig zijn om dingen te leren. En dat houdt me ook een beetje bezig, dat te zeggen van als je nog wat over kunt brengen, ja, dan graag. En dan niet bij VPC. Nou, ik vond het wel geweldig dat hij dat zo doet, want je kwam nou bij de reserve vandaan. Ja. En ik zei ja, even toch een overgang voor de meneer als hij naar de dames gaat, maar dat is ook leuk. En ik vind... Ik ben al meer bij dames bij VVC. Ik vind het voetbal toch wel soms leuk om aan te zien, want ze doen wel eens minder waarde, maar zo snel ook weer niet. Nee. Kijk, als je het damesvoetbal in het algemeen pakt, dan is het kwalitatief wat minder. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet voor werken en toch proberen toch het resultaat neer te zetten. En een overwinning is een overwinning. En of het nou bij de heren is of bij de dames, dat maakt helemaal niet uit. Nou, trainer, ik ga ervan genieten. Ik zou zeggen, en veel succes in de competitie. Ik vond het hartstikke fijn dat jullie er waren en in ieder geval bedankt. Niks te danken hoor. Trainer Ron Schaap, als voetballiefhebber en als neutraal toeschouwer heb ik wel genoten van deze wedstrijd, want er zat alles in. Hier zat zeker alles in, ja. Veel passie, veel strijd, emoties, zoals voetbal hoort te zijn. Ja, zeker. Ja, en voor jullie nou wel een domper, want in de laatste seconde toch had nog een eigen doelpunt, was ook of niet? Ja, dat was een eigen doelpunt van Anouk, die viel ongelukkig op de benen, hij viel binnen. Dat gaat mij er meer om wat er daarvoor gebeurt, dat er een vrije bal wordt gegeven, wat geen vrije bal was. En, zo hebben we denk ik de tweede helft een beetje gezien hoe de wedstrijd is beïnvloed. Ik zei net tegen je collega, ik heb ook genoten van zeker van die nummer 11 van jullie bij de dames. Die was echt een handenbinder voor VVC. Ja, klopt. Marieke die komt van Kozakke Boys over. Die hebben we overgehaald. Vorige week gelijk 5 goals in de eerste wedstrijd. Ja, gewoon een hele goede spits. Ja, sterk, snel. Ze moeten 0-2 maken misschien nog. Die bal rolt net naast. Maar ja, een hele goede spits. Daar zijn we blij mee. Ja, dat kan ik begrijpen. Ja, ik zeg ook het verschil. Ja, ik vond VVC ietsje beter op plaats, maar het verschil was niet groot. Nee, ik denk dat de eerste helft was wel voor ons, zeg maar, was VVC met name allemaal de lange bal op de twee spitsen. Ja, de tweede helft, ik vind het geen excuus, dat ga ik absoluut niet zeggen, maar de scheidsrechter had wel zijn aandeel daarin. En op het moment dat een trainer van hun zijn excuus aanbiedt en hier aan de zijkant lachwekkend wordt gedaan van joh, hij heeft de wedstrijd wel degelijk beïnvloed, dan baal ik daar een beetje meer van. Kijk, als je nou wordt weggespeeld of wat dan ook, prima, maar hij maakt allemaal rare beslissingen. De eerste penalty, wat geen penalty is, daarna moet hij hem wel geven. Nou oké, dan durft hij hem niet te geven, maar hij had heel veel ballen gewoon in het nadeel van ons gewoon, waar het gewoon niet voor fluiten was. Gewoon zonde, komt die laatste goal ook uit. Waar alle mensen hier aan de zijlijn, meisje laat ze gewoon vallen. Ja. Ik vind dat zonde, maar het is al voor het derde jaar op rij, dus het is ook geen toeval. En dan 2 keer met dezelfde scheidsrechter. Dus, ja, hij was niet sterk in 2. Maar anderzijds, moet ook eerlijk zijn, we krijgen 2-3 opgelegde kansen op 0-2. En die moeten we dan wel maken, dat is misschien klaar.
Het is uithuilen en weer verder gaan, of niet? Oh, maar er valt nog genoeg te winnen. Hoor. Ik denk dat we goed laten zien dat we mee kunnen zo met de top. En ze zijn nog lang niet van ons af. Sudoku, is dat ze even teruggetrokken of zo? Ja, Sudoku is eruit. Te weinig speelsters voor 1 en 2 om het te combineren. En thuiswedstrijden vingen ze dan op met topklasse speelsters. Van het eerst om dan vervolgens weer aan te sluiten bij 1, zeg maar, in de middag. Uit was het wat lastiger en toen hebben ze besloten te trekken. 2 is ook 3 niet slechter om. Nee, maar wat ik al zei, ze zijn nog niet van ons af. En dames van VGC moeten ook nog naar Giezenburg. Dus komt wel goed. Kom nog een keer naar Giezenburg ook en nog bedankt. Hè. Dat is goed, Bas, bedankt. Oké, jongen. Ja.